Dus ja, dat is zo niet heel om dat nou allemaal uit te halen en te doen. Dat vind ik ook weer een beetje zonde. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag 6 september en we leven om 13:43. En dat met een vlinder in beeld zitten er meerdere. Geweldig, toch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En bijen, of wat het ook mag wezen. Waar ben je nou daar? Dus ja, dat. En daar hebben we onze Rijka. En daar hebben we onze Elling. Hè? En dan gaan we maar weer naar binnen. Ja, lieve vrienden. Zoals ik al zei, het is maandag. Nee. Dus ja, ik ga straks ook voor Karin aan de gang. Want ik heb achter mij een tas met gordijnen staan. Die moet ik twee aan elkaar naaien en weer twee aan elkaar naaien, dat ze twee banen krijgt. Maar ik denk ook dat ik het een en ander eerst moet lostornen, want natuurlijk zit er allemaal zo min aan de randen. En de gordijnband zit er vastgemaakt, dus dat moet ik allemaal eerst een gedeelte losmaken. En natuurlijk ook, ja, ik noem dat ook een zo, want het is gezoomd, ja, aan de zijkant. Nou, dat haal ik ook helemaal los en dan kan ik ze tegen elkaar aanzetten en ook die band weer. Dat wordt een heel geheis, ja. Er zit toch meer werk in dan ik had verwacht, maar oké. Ik had even niet nagedacht gisteren, maar ja, doet er ook niet toe. Ik denk, ja, dat moet ook nog allemaal gebeuren, weet je, voordat je eigenlijk dat ding onder de naaimachine kan doorhalen. Maar oké, maakt niet uit, ik kan de pret niet drukken. Ik vind het leuk werk om het te doen. En het is voor je kind en voor je kind heel alles over. Ja toch? Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is, ik heb het zonnescherm net weer omhoog gehaald. Die was naar beneden, want de lucht was vanochtend blauw. En de zon, die stond hoog aan de hemel, maar die is al snel verdwenen. Het is wel een scherpe lucht, want ze is er wel. Maar het is grijs en bewolkt en hier en daar een klein vleugje blauw, maar ja, het is niet het weer om het zonnescherm dus naar beneden te houden. Want we gaan er gewoon vandoor en we gaan er gewoon van genieten. Ik zeg, geniet lekker mee. Lieve vrienden, ik wou eigenlijk met de meisjes nog even op de booster weg, maar doet maar niet. Het is grijs en grauw en triest en ja. Het is niet fijn meer. Het is niet koud, dat zeg ik er wel bij. Het is daar nog donkerder als ik het hier zo vandaan bekijk. De bovenzee. Dan lijkt het nog donkerder toe. Ja, nog donkerder, zeg ik toch. Hoeps, ziek idee. Ja, ik vind het donker. Dus ja, ik denk, dan ga ik even naar de Oude Rijkswerf. Ik ken Elwing sowieso even te water. Maar nee. En daarbij, ik ben ook voor Karin bezig. Ja. Dat moeten twee gordijnen aan elkaar komen. Nou, ik heb dat weer gespeld. Er zit dus al inderdaad een zoompje in, maar dat is zo nihil. Ik weet niet of jullie dat zien, zo. Ja, dat zien jullie.
Dus ja, dat is zo nihil om dat nou allemaal uit te halen en in te doen. Dat vind ik ook weer een beetje zonde. Dan hoef je ook niet te zigzaggen of wat dan ook. Ja, dan hoef je het niet te zigzaggen. Dat is gewoon netjes zo. En dan gewoon zo weer een naadje erin. En gewoon op diezelfde rand blijven zitten, te proberen. En dan, ja. Moeten twee aan elkaar vastkomen en nog een keertje twee. Dus dat is nou gespeld. Ja, hier en daar hoor. Ik heb niet zoveel spelden erin gedaan. Dat vond ik niet nodig, want je doet het ook met je vingers glijden. Of te begeleiden. Maar er zijn er nog twee te gaan. Die zitten hier nog in de tas. Zoals jullie kunnen, hopelijk kunnen zien. Ja. Dus ja, dat dus. Ik weet het niet. Ja, het is zo in een veranderd. Zonde, hè? Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn koffie klaarmaken. Ja, dat ga ik doen, want daar heb ik zin in. En laat ik even die gordijnen weer even wat voor het eerst. Dat zit tot zover van elkaar vast. Dat kan onder de naaimachine door. Die anderen even spelden. En dan kan het ook onder de naaimachine door. En dan is dat weer klaar. Ja. En hopelijk de kleur garen heb. Het is eigenlijk niet eens iets zwart. Het is meer anthracietgrijs. Maar wie ben ik? Zeg het maar. Ik vind het anthracietgrijs. Maar ja. Oké, lieve vrienden, de meisjes zijn ook binnen. Rijka al een tijdje, Elwing is net binnen. Ik heb ook bezoek gehad van mijn schaduwbegeleidster Cindy. Ook heb ik telefoon gehad van de nieuwe organisatie die MIEP heet, voor de schoonmaak, voor de huishoudelijke zorg. Ik krijg binnenkort, ik heb een intakegesprek gehad. Ik krijg binnenkort weer een telefoontje van een zekere meneer Luc. Ja, vraag me niet naar de achternaam, want het is een Engelse naam. Het is geen Engelsman, het is wel een Nederlander. Maar die heeft deze conterij waar ik woon. En die zal dan zien dat hij er eentje met mij kan matchen. Dus ja, we zullen het afwachten. Ik zit in ieder geval voorlopig nog even zonder. Maar ja. We wachten die meneer Luc af. En dan horen jullie natuurlijk meer. Maar ja, het is ook alweer, zie ik nou, 16 uur 24. Dus ja, ik ga ook niet meer weg. Nee. Nee, want dan moet ik er weer droogfeunen, et cetera. Ik heb geen zin in. Nee. Ik hoop dat morgen. Nee, morgen hebben we die laatste juttetjesmarkt. Dus dan gaan we dan daar weer naartoe. Dus morgen wordt het hem ook niet. Dan hoop ik dat woensdag mooi weer is. En dan kan ik dan met ze even er naartoe. En dan om droog te rennen, dan hebben we nog een blokje om, een beetje. Dan hoef ik het thuis ook niet meer droog te blazen met een waterblazer. Nee. Want dat vergt zoveel van mij momenteel. Maar ja, oké, lieve vriend. Ik zou zeggen, geniet verder. En tot later.